We staan hier vandaag op de eerste dag van de Peace Party in Bocholt. Vandaag krijgen we optredens van D&D, Let's Go en Ian van Daal voorgeschoteld. We gaan eens goed amuseren, hè? Kom aan! Het is zover. Nu gaan we alles gebruiken wat maar enigszins kan bewegen. Je voeten, je benen, je armen, je handen. En we mogen niet vergeten te springen. And she's dancing like she's never danced before. Say a dress, little boy. This is all that I see upon. We staan hier vandaag op de beachparty te Bocholt en we staan hier met Ian van Daal. Hallo, hoe gaat het met je? Het gaat heel goed bij mij, maar je mag Annemie zeggen hoor. Wat vond je van het optreden? Ik vond het heel fijn. Ik vond het echt een geweldig publiek, zeker voor België. Ik denk dat het een van de beste, publieken die we gehad hebben afgelopen... ik bedoel toch in België. Give your heart, feel like a bird in the sky, flying on the wings of... Kan je iets meer vertellen over jullie buitenlands avontuur? Ja, dat kan ik. Ik ben eigenlijk net terug uit Canada en Malta. Het is voor ons ontzettend druk nu deze zomer. We zitten eigenlijk continu in het buitenland. En hier en daar proberen we dan toch ook nog een optreden te doen in België. Er zijn er helaas niet zoveel deze zomer. De agenda staat echt barstens vol. Maar degene die we doen, dan proberen we er toch het beste van te maken. En ik vond het vanavond heel leuk. We vertrekken ook eerder terug naar Amerika voor 2 weken. Dus het gaat ontzettend druk zijn. Ja. Three for Evie! I don't wanna say I'm sorry. Cause I know there's nothing wrong. Here is absolutely nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry. Cause my feelings for you are still. We zijn nu op de beachparty bij Evie van Lasgo. Dag Evie, hoe gaat het met je? Alles goed, ja. Wat vond je van je optreden? Ongelooflijk. Echt heel enthousiaste mensen. Veel mensen ook. We zijn hier vorig jaar trouwens ook geweest. En er was ook een massa volk en even enthousiast. Dus alles in orde. Als je nu alle de mannelijke bezoekers hier Evie hoort schreeuwen, wat denk je dan? Wat gaat er dan door je hoofd? Allee, denk ik maar Evie. Allee, ik bedoel, ik heb zoiets van, het is heel flatterend hoor, maar ik kan het nog altijd niet geloven. Zo. Ik voel me nog altijd dezelfde Evie, maar met toegeven doet wel iets aan mijn ego. Oh, I can see. I can see it in your eyes. There is something, something you wanna tell me. I see it in your eyes. There is something that you hide from me. Is there a reason why? There is something, something you wanna tell me. I see it in your eyes. There is something that you hide from me. Ga je nu vanavond nog aan?
allemaal doen? Slapen. Subiet in een auto en dan nog naar Antwerpen rijden. En ik kom er morgen niet voor 12 uur uit, alleszins. Ik ben echt ben moe. Ik sta aan de warmte.